Watersportvereniging Maartenschat zoekt een havenmeesterspaar. En dat is niet een makkelijke opgave. 4 jaar geleden stonden we hier ook en toen is het gelukt. Maar het is andermaal moeilijk. Het is moeilijk om de geschikte mensen te vinden. En mensen die hier werkelijk zin in hebben natuurlijk. Het op gang helpen kost even een beetje kracht. En als die eenmaal draait, dan is het een piece of cake, zou ik haast zeggen. Maar het is wel de hoofdtaak van de havenmeester. Nou, de hoofdtaak, één van de hoofdtaken. Hij moet die scheepjes erin laten en eruit laten. Maar hij moet ook een plekje aanwijzen en hij moet de administratie doen. Dus ja, het is één van de hoofdtaken. Dat is het hier met dit brugje. Dat wordt door onszelf bediend. Andere bruggen worden door de gemeente, door de centrale brugbediening gedaan. Alleen dit brugje is dat een beetje moeilijk. Vandaar dat we het in de vereniging zelf doen. Wat komt er allemaal bij kijken bij het havenmeesterschap? Nou, u heeft gezien de brug draaien, hè, dat is een van de belangrijke dingen. Het aanwijzen van de plek waar de boot moet komen te liggen. En dan de administratieve handelingen, hè, de centjes innen van het havengeld en de administratie, het bijbehorende bonnetje verzorgen. Dat is eigenlijk wat erbij komt. 6 maanden buffelen, 6 maanden luieren. 6 maanden buffelen, ja, dat wel, ja. Wat die mensen daarna doen in die andere 6 maanden durf ik niet te zeggen. Maar ja, 6 maanden buffelen. Want het is natuurlijk toch een heel pakket wat je moet doen. Hè? Je bent van 8 uur tot 22 uur ben je bezig. En daar komt ook bij het schoonhouden van de toiletten en dergelijke. Dus ja, het is een hele taak, dat moet ik zeggen. Het is eigenlijk een taak voor een paar, een stel. Ja, bij voorkeur. Bij voorkeur een paar, ja. Want dan wordt het niet altijd op één persoon afgewenteld, hè. En de een kan dan bijvoorbeeld de brug draaien en de ander die kan de administratie verzorgen. Dus wat dat betreft zou dat een hele mooie oplossing zijn, ja. Ja, en de belangrijkste beloning is gratis inwoning op een van de mooiste plekjes van de Dordtse binnenstad. Nou ja, ik kan het niet beter zeggen. Dat is gewoon zo. Ja? Met muziek van de kerktoren erbij en dan het gezelschap van de leden natuurlijk. Hè? Dat is ook vreselijk leuk. En al die toeristen natuurlijk. Ja, die toeristen. U hoort het geluid nu op de achtergrond, hè. En die toeristen, ja, daarvoor is het belangrijk dat het havenmeesterpaar toch wel enige kennis heeft van Duits of Engels. Want onze gasten komen uit heel Europa, zeg maar.